Hey, het is een prachtige herfstdag, eind september. En ik dacht dat het wel eerst tijd was voor een yin-les. Dus daar gaan we lekker mee starten. En we beginnen zittend. Dus pak eventueel je kussens erbij, als je die hebt. Ik doe hem helemaal zonder kussens, simpelweg omdat ik ze niet bij me heb. Want we zijn... niet op de boot, maar tijdelijk in Nederland om training te geven. En dit is de laatste video die ik in Nederland opneem, want volgende week zijn we weer terug in Frankrijk en vervolgen we onze reis naar het zuiden. Dus als je een bolster hebt, kussen, leg hem er lekker bij en dan vertel ik je straks wel wanneer je die kan gebruiken. En voor nu maak je een rechte rug en vind je eerst even de rust, de balans in je lijf, in je adem. Dan kom je thuis op deze plek bij jezelf. Neem echt even de tijd om te landen en je te bewust maken van de ruimte waar je bent. Het moment van de dag. Misschien zijn er nog allemaal gedachten, die mag je lekker loslaten voor nu. En gewoon simpelweg hier bezig zijn met wat je nu aan het doen bent. Start met de Ujjayi-ademhaling. En volg met je aandacht het in- en uitademen. Je adem is altijd in het nu, je lichaam is altijd in het nu. Dus focus daarop en je bent automatisch met je mind ook in het nu. Wat leeft er op dit moment in jou? Wat ervaar je? En kijk of je het kan observeren zonder meteen in het verhaal te gaan, maar het voorbij te laten gaan. Dan kom je rustig met je benen naar voren. Zet je voeten neer op de mat en zet je handen achter je, zodat je er een beetje kan leunen en kan hangen. Knieën tegen elkaar aan en dan laat je je benen als één pakketje naar rechts toe vallen, terwijl je probeert je schouders recht te houden en richting het einde van je mat te laten wijzen. Andere kant. En je kan je gezicht in tegenovergestelde richting draaien. Dus als je knieën naar rechts toe liggen, gezicht naar links en andersom. Beweeg lekker de ruggengraat los. Misschien kan je het een beetje voelen in je onderrug of juist tussen je schouderbladen of ergens anders. Een bootje op de achtergrond. Meerdere zelfs. Ziet er zo idyllisch uit. En
En dan breng je je knieën weer omhoog. Voeten zet je stevig neer. En dan verplaats je je billen richting je voeten. Dus je tilt je billen een stukje op. Je vouwt je benen wat dieper. En dan verplaats je je billen dus richting je voeten. Totdat je voelt dat de voorkant van je schouders begint te stretchen. Dus daar gaat het om. Het gaat niet om waar je billen liggen. Maar het gaat om die strekking langs de voorkant van je schouders. Dus zoek een comfortabele plek waar het goed voelt. En dan kan je je hoofd iets naar achter kantelen. Misschien zelfs helemaal naar achter laten hangen. Dat maakt het nog wat intenser, de stretch. Tenminste bij mij. Voel jij links of voel jij rechts intenser? Bij mij is het duidelijk links die intenser voelt. Meer strekking daar dan rechts. En dan komen we terug. Mooie opener al van de borst en schouders. En dan blijven we nog even bij zo'n beweging. We gaan namelijk naar de Anahata. Dus kom naar handen en knieën. Loop je handen naar de voorkant van je matje. Je heupen blijven boven je knieën. Dus kijk even achterom of dat het geval is. En dan maak je een holle rug en leg je je voorhoofd of zijkant van je hoofd op je matje. Nou, als je je armen helemaal uitstrekt, kan best een beetje pittig zijn. Misschien vind je dit juist lekker. Mocht het te veel zijn, dan buig je je ellebogen en leg je je onderarm op de grond. En je kan ook een kussen onder je borst plaatsen om het gewicht wat op te vangen. Want je hangt dus naar beneden en je hangt in die spieren. En ontspan je spieren, dat is yin. Waardoor het bindweefsel om je spieren wat kan stretchen, waardoor er wrijving komt. En daarmee stimuleren we weer de energie. De energieverloop in de meridianen. Dus duw je oksels naar beneden en buig mee. Ujjayi adem langs de achterkant van je keel. Als je niet weet wat het is, er staat ook een video online daarvoor. Misschien hoor je op de achtergrond wat ruisen. Ik zal proberen of ik er een beetje uit kan filteren met het naverwerken van de video. Hoe mooi dit park ook is en hoe mooi het ook ligt aan het water, het ligt ook aan de snelweg. Dat vind ik altijd een beetje dubbel. Probeer er niet te veel op te letten, niet te veel over na te denken. Je went er ook aan. Toch kan je het misschien op de achtergrond horen dat mijn microfoon het ruisen van de auto's en vrachtwagens oppikt. Dus dan weet je dat. Ik vind het een prachtige plek. Het is echt heel fijn op dit park. Het chalet is ook fijn. Tegelijkertijd, ja, die snelweg. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Het zit wel helemaal vol hier. Ook het campinggedeelte staat vol met caravans. Met mensen die echt het hele seizoen hier zijn. Het is bijzonder. Hoe gaan ze daarmee om?
Blijf ademen. Dan kom je weer uit de houding. Dan kom je helemaal omhoog. Boven lichaam, boven je benen, handen op je schouders. En draaien we even lekker de schouders los. Dan kan je voelen dat ze waarschijnlijk een stuk losser en opener voelen dan hiervoor, aan het begin van de les. En andere kant. En dan kom je weer zitten op je billen. En dan vouw je je benen naar rechts toe. Dus je vouwt je benen. Het is het hert. En je legt je voet tegen je bovenbeen aan. Dus je leunt helemaal op je linkerbil. En je linkerhand zet je dus ook achter je. En je andere hand plaats je op je linker bovenbeen. En dan draai je je bovenlichaam als een soort spiraal om zijn as. Nek is lang en dan kijk je naar één vast punt en sluit je je ogen. En je haalt de draaiing echt vanuit je heupen en vanuit je borst. Niet zozeer vanuit je nek, dus trek daar niet te veel aan. Adem helemaal naar je onderbuik. En buig mee. Dus kijk of je kan ontspannen in de houding. Dat je je lichaam scant. Hou ik nog dingen vast? Spieren. Ontspan je benen. Ontspan je heupen. Ontspan je schouders. Adem naar je buik. Ujjayi, adem naar je buik. En draai terug en wissel van kant. Draai rustig terug en voel het effect van de houding. En draai de andere kant op, dan voel je het misschien nog iets meer. Kan je nog iets meer ontspannen, iets meer in de houding zakken.
draai je weer terug en breng je benen naar kleermaker zit. En draai je lichaam helemaal rond. Grote bewegingen. Dan kan je goed navoelen de openingen, de achteroverbuigingen, de anahata, borstopeners. En ook de draaiing die we net hebben gedaan. En deze houding neutraliseert als het ware. Brengt alles weer in balans. Dus als je voor bent, draai je de andere kant op. En als je voor bent, kom je weer recht op. Nou, we blijven natuurlijk een beetje bezig met de meridianen voor de herfst. Of eigenlijk moet ik zeggen nazomer. Herfst voor de Nederlandse kalender, nazomer voor de Chinese kalender. En we gaan daarom naar de kindhouding met een twist voor de maag-mild meridiaan. Dus breng je handen naar voren. Je komt op je knieën zitten. Kindhouding eigenlijk. Knieën wat uit elkaar. En dan breng je één arm onderlangs. Maakt niet uit welke, want we gaan toch wisselen. En dan strek je je andere arm naar voren uit. Je kan het een beetje in je liezen voelen. Als het te pittig is, plaats je je knieën gewoon wat meer naar elkaar toe. En je kan ook je hand op je onderrug plaatsen of helemaal eroverheen haken in je lies. Voel maar wat past bij jou en zak daar dan weer in. Dus laat weer los, verzacht, verdiep. En blijf bij je adem. Iedere keer kom je daar weer bij terug. Rustig wissel je om. Als je even naar handen en knieën wilt komen, doe het gerust tussendoor. En vind dan de andere kant. Dan weer anders voelen. En dan zak je hier weer in. Ze hebben in het Engels zo'n mooie uitspraak. Ease into it. Dus ja, er zit het woord easy in. Maak het jezelf gemakkelijk. Misschien is dat nog wel de beste Nederlandse vertaling. Dus maak het jezelf gemakkelijk. Ease into it in deze houding. Ontspan. Buig mee. Verzacht.
En je mag best een beetje strekking voelen, wat stretch. Als je merkt dat je daardoor verkrampt, dan moet je de houding wat lichter maken. Dan draaien we terug. Dan rekken we onszelf even uit in de neerkijkende hond. Dus duw je tenen in de mat, duw je billen omhoog. Ah, en duw om en om je hielen uit. Doordat je de achterkant van je benen ook even stretcht. Altijd goed. En dan zet je je knieën neer. Breng je je benen naar voren. Kom op je rug liggen. En leg je linker voet enkel over je rechterknie. Rijk met beide handen naar je rechterknieholte of scheenbeen. En laat dan die rechtervoet ook van de mat afkomen. En probeer hier je bovenrug, je achterhoofd lekker aan de grond te laten liggen. Je armen zoveel mogelijk te ontspannen terwijl je dat been vast hebt. Je voeten te ontspannen en dan trek je als je wilt knieën nog iets meer naar je toe. Laat maar weer gebeuren. Blijf bij je adem. Laat gedachten los. Blijven we bij dit been, bij deze kant. Je brengt namelijk beide voeten op de mat. Laat je scheenbeen of knieholte los. Spreid je armen en breng dan je benen als één pakket naar rechts toe. En draai je gezicht naar links.
En hou beide schouders en schouderbladen aan de mat. Als je meer wilt voelen, trek je gewoon je knieën wat hoger op. Als je minder wilt voelen, strek je je benen wat meer uit. En als je een kussen bij je hebt, leg die dan tussen je benen of eronder. En dan is de houding nog iets meer ontspannen. Zeker als je voelt dat die schouder niet ontspannen op de grond ligt. Adem. En adem nu vooral naar je linkerlong. Maak daar ruimte. Breng je knieën omhoog. Leg je nu je andere been op je knie. Rijk je naar je knieholte of scheenbeen. En doe je eerst deze heupopener en daarna gaan we naar de twist. Ontspan je voeten. Zorg dat je rug lekker ontspannen ligt aan de mat. En adem, verzacht, spiertjes in je gezicht, zacht. En dan naar de volgende. Dus knieën als één pakketje tegen elkaar aan. Armen wijd. En laat je benen naar links toe vallen. En draai je gezicht naar rechts. Bij de schouders in de mat. En laat weer los. Ontspan. Buig mee.
Trek dan even lekker je knieën naar je borst. Weer een goede reset tussendoor. En dan pak je je bolster als je die hebt. En leg je die in de lengte achter je nier. En kom je er overheen liggen. Als je geen bolster hebt, is er ook een manier om deze houding te doen. Namelijk, je komt op je ellebogen. Het is wel iets pittiger, maar kijk maar hoe lang het gaat. We vouwen allemaal onze voetzolen tegen elkaar aan en je knieën laat je naar buiten vallen. Dus als je op een bolster ligt, lig je nu helemaal achterover op de bolster met je rug in je hoofd. Heb je geen bolster zoals ik, dan pak je dus je ellebogen. Kantel je mooi het bekken wat naar voren. En dan maak je een holle rug en laat je hoofd achterover leunen. Voel tot hoe lang dit oké is. Dus als dit voor jou 30 seconden oké is, dan doe je dit 30 seconden en daarna kom je gewoon op je rug liggen. Je kan ook een kussen alleen onder je achterhoofd plaatsen. Ontspan zoveel mogelijk, buig mee. Leg je armen ontspannen neer, ook als je de bolster hebt en gebruikt. En als het genoeg is, zonder bolster, kom je daarna gewoon op je rug liggen voor de liggende vlinder. Lig je nu heerlijk en wil je nog zo blijven liggen? Doe dat dan. Of kom naar Savasana. Dus je strekt je benen uit. Misschien schud je ze nog even wat los. De lijkhouding, in het Nederlands vertaald. Savasana vind ik toch iets beter klinken. Savasana is bedoeld om de balans weer te brengen in je lichaam en geest. Maar de vlinder is daar ook heel fijn voor. Zeker als je comfortabel ligt en voelt dat er weinig spanning is in je lichaam. Rust dan hier uit. Voel na. Blijf bij je lijf. En voel hem van binnenuit. Blijf bij je adem of kom nog wat dichter bij jezelf in de stilte, achter je gedachten, voorbij het denken, voorbij het doen. Dan zijn we samen stil.
Beweeg dan je vingers en je tenen. Rek jezelf uit. Voel hoe je opgeladen bent weer door deze houdingen. Kom rustig omhoog. Dankjewel. Bedankt voor het meedoen. En ik hoop dat je je relaxed voelt. Tot volgende week. Namaste.